grenzend aan dit stukje prachtige natuur en naast het Interbad in Sint-Kruisbrugge ligt het Sint-Andreas Lyceum, een middelgrote school met ASO bovenbouw. Goed voorbereiden op hoger onderwijs op een eigentijdse manier en met een persoonlijke aanpak en warme zorg, dat zijn de sterktes van de school. Maar wat ook meteen opvalt als we op het domein komen, is de groene omgeving en de open ruimte van SASK. Het doet goed hier te mogen leren en op te groeien. Onze leerlingen komen vanuit de vier windstreken te voet, met de fiets, met de bus of met de auto. SASK is makkelijker te bereiken dan je op het eerste zicht misschien denkt. Check zeker eens de info van de lijn. Onze ligging aan de rand van Brugge zorgt er ook voor dat je vlot met de fiets en de auto de school bereikt. Ben je op het punt gekomen dat je een nieuwe school zoekt voor volgend schooljaar? Maak gerust een afspraak om onze school eens te komen verkennen. Bij ons kan je volgende richtingen volgen. In het tweede jaar kan je bij ons de basisopties klassieke talen Latijn of klassieke talen Grieks-Latijn volgen. Of je kiest voor moderne talen wetenschappen met accent op moderne talen of moderne talen wetenschappen met accent op wetenschappen. De lessen van de basisopties moderne talen en wetenschappen pakken we heel vernieuwend aan. Het zelfverkennen, onderzoeken en werken in kleine groepjes staat hier centraal via een digitaal leerpad. Onze leerlingen zijn er heel enthousiast over. In de tweede graad organiseren we de richtingen Grieks-Latijn, Latijn, moderne talen, economische wetenschappen en natuurwetenschappen. In de derde graad kan je bij ons dan diezelfde richtingen verder zetten in combinatie met een basispakket wiskunde, maar ook met 6 en 8 uur wiskunde. Bekijk zeker eens het studieaanbod en de lessentabellen op onze website, wat bij jouw interesses en mogelijkheden past. Leren op SASK gebeurt eigentijds. Elke leerling heeft een eigen laptop waarvoor we een groepsaankoop organiseren. En de school heeft een performant netwerk. We werken al ruim 10 jaar met laptops op school en we zijn echt van de meerwaarde overtuigd. Trouwens, de toekomst waarop jij je voorbereidt op school zal hoe dan ook digitaal zijn. Dus nu al op een digitale manier werken zorgt ervoor dat je op dat vlak een voorsprong hebt. Dat wil evenwel niet zeggen dat we alleen maar met de laptop werken. Wat we belangrijk vinden is een gepassioneerde leerkracht, goede kennisoverdracht, goede feedback van je leerkrachten, een goede opvolging van je leervorderingen. De laptop kan dit wel allemaal ondersteunen, al gaat de laptop ook heel vaak dicht. SASK staat om zijn goed onderwijs bekend. Ons doel is leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op hoger onderwijs, jouw toekomst. Je kan bij ons ook CLIL volgen. In het tweede jaar is dat aardrijkskunde en geschiedenis in het Engels. In het derde jaar geschiedenis in het Frans en informatica en aardrijkskunde in het Engels. In het vierde jaar kan je informatica volgen in het Engels en vanaf 2022 kan ook geschiedenis in het Frans. Met CLIL versterk je je talen. Het is ook extra uitdagend. Sommige leerlingen hebben graag een klassieke les, veel begeleiding door de leerkracht. Anderen werken dan weer graag zelfstandig en zonder al te veel sturing. Gaandeweg begeleiden we de leerlingen naar meer zelfstandigheid. Dat is eveneens een troef voor later. Onze leerlingen zijn er dankzij de structuur die we bieden en de persoonlijke begeleiding klaar voor om in de derde graad op woensdag afstandsleren te volgen. De digitale kennis die we in de jaren opgebouwd hebben, laat het toe ons onderwijs ook onder een andere vorm aan te bieden. De opdrachten op woensdag hebben een grote digitale meerwaarde en onze leerlingen oefenen in zelfstandig werk een ideale voorbereiding op hoger onderwijs. Onze leerlingen zijn absoluut pro. We zijn dus digitaal heel erg geconnecteerd met elkaar, maar niet alleen op deze manier. Niets boven het persoonlijke contact, het open gesprek.
De afstand tussen directieleerling, leerkrachtleerling, opvoederleerling is in SASK heel klein. We zijn er voor elkaar en pakken de dingen ook samen aan. Wanneer je de lessentabellen bekijkt, dan zal je zien dat we in elk jaar een klasuur hebben. Een uur onder leiding van de klasleraar of titularis. We kiezen hier resoluut voor. We leren immers niet alleen samen, we leven ook samen. En we willen ook onze blik richten op wat in de samenleving gebeurt. Heel concreet organiseren we bijvoorbeeld proactieve cirkels in de klas. Een gesprekstechniek waarbij je echt luistert. Het is ongelooflijk te zien welke positieve energie er vrijkomt in de klasgroep op zo'n moment. We investeren ook in een hechte klasgroep door actief in te zetten op groepsvorming. Bijvoorbeeld met de zindag en de sportdag. Niet alles loopt altijd perfect in je leven. Veerkrachtig zijn, leren over problematieken, gameverslaving bijvoorbeeld, goede relaties ontwikkelen. We nodigen mensen met een persoonlijk verhaal uit om hierover te getuigen op school. Het klasuur maakt jouw vorming heel persoonlijk en rijk. En jouw klasleraar, de titularis, is er voor jou. Bij hem of haar kan je altijd terecht. In de derde graad besteden we in het klasuur eveneens heel wat tijd voor een goede voorbereiding op het hoger onderwijs. Een goede keuze maken is heel belangrijk. Onze school zorgt ook voor ondersteuning als je wilt deelnemen aan de toelatingsproef arts of tandarts. We voorzien een extra lessenreeks en heel gerichte info. Ongetwijfeld leer je hier gauw veel mensen kennen en dat zal zich zeker niet tot de leerlingen in jouw eigen klas beperken. Er ontstaan hier ook over de klassen heen vriendschappen voor het leven. Om de overstap naar jouw nieuwe school zo vlot mogelijk te laten verlopen, zorgen we voor een warm welkom. We organiseren een onthaalavond, we maken je wegwijs en staan je bij om je snel te laten wennen aan al het nieuwe. We willen dat je hier jezelf kunt zijn, je thuis voelt. SASK is een fijne plek en willen die graag met onze leerlingen voor alle leerlingen nog beter maken. Onze werkgroepen, wereldcomité, gezondheidsteam, pastoraalcomité, sportcomité, de peersupporters, de leerlingenraden, de werkgroep SASK-feest, bal van SASK, die zitten niet stil. Leerkrachten en leerlingen samen, en dat is toch wel heel bijzonder aan SASK, zetten hun schouders onder tal van projecten. En ook jij mag daar zeker bij aansluiten. We geven leerlingen heel wat inspraak en verantwoordelijkheid. Ik heb je nog lang niet alles verteld over onze school. Er is nog veel meer te ontdekken. Cultuur en onze reizen, onze middagactiviteiten. Hoe we ervoor zorgen dat we nog meer op jouw maat kunnen werken als je meer uitdaging of ondersteuning nodig hebt. Bezoek maar even onze website. We stellen onze school, ons eigentijds en persoonlijk onderwijs, ook uitgebreid aan je voor op onze infodag. We kijken er heel erg naar uit jou te ontmoeten.